Prinsjesdag, hoedjesdag. De meest bizarre hoofddeksels komen voorbij. Dit is de hoed waar het allemaal om draait. Er staan foto's van vrouwen op die zich als vrijwilliger inzetten voor de maatschappij. De ontwerpster wil op deze manier de verborgen koninginnen eren. Onze koningin leest op Prinsjesdag de troonrede voor. Maar eigenlijk begint het echte werk pas daarna. Na de troonrede volgen op woensdag en donderdag de algemene politieke beschouwingen. En dan wordt weer vastgesteld wat doet de begroting voor komend jaar. Waar wij met name op in gaan zetten is om nog beter het jeugdbeleid neer te zetten in de wijk. Bijvoorbeeld denk aan de wijkverpleegkundigen terug in de wijk. Wijkzorg beter geregeld en elke wijk een wijkagent. Want wij denken dat een socialere en een veilige wijk begint op straat. Maar in Breda zijn toch al wijkagenten actief? Die zijn zeker actief, maar ik ben zaterdag bijvoorbeeld nog mee geweest met de horecapolitie. En dan spreek ik ook toevallig een wijkagent die ook mee was. Het blijft continu onder druk staan, dus het is belangrijk dat wij er als Tweede Kamer aandacht voor hebben en blijven vragen. Want u zet zich ook in als PvdA-lid. Vond u niet dat u zelf ook op het hoedje had moeten staan? Nou, zij zetten zich vrijwillig in. Ik doe het natuurlijk voor het landsbelang. Maar op die manier voel ik me wel inderdaad ook solidair met deze vrouwen. Maar zij zijn voor mij betreft echt de koningin, verborgen koningin van Nederland. Kunt u hem even opzetten? Zal ik hem heel even opzetten dan? Gaat u morgen voor het mooiste hoedje? Ik ga hopen dat ik morgen het hoedje heb waar het meeste mooiste boodschap achter zit. Maar er zullen veel mooie hoeden zijn, denk ik. Hare Majesteit de Koningin leest de troonrede voor op dinsdag 16 september om ongeveer 1:15.